Wat zijn de voordelen van een permissionless blockchain ten opzichte van een permission blockchain? Oké, dus je kiest uiteindelijk voor een permissionless oplossing wanneer je een digitale publieke goed nodig hebt. Dus als ik het kan vergelijken met wegens, is dat toegankelijk voor iedereen. En zo willen we dan digitale infrastructuur neerleggen wat toegankelijk is voor iedereen. En je doet het zo op een manier waardoor het decentraal wordt, dus niemand is in beheer. En dit zorgt ervoor dat iedereen aan boord kan komen en het verlaagt ook de kosten daarvan. Dus als het iets is wat iedereen toegang tot nodig heeft, dan kies je voor permissionless. En anders kan je dan voor permission. En zijn er ook uitdagingen die je ervaart bij het implementeren van een permissionless blockchain? De voordelen van een permissionless blockchain is uiteindelijk wordt het een digitale infrastructuur wat toegankelijk is tot iedereen. En zo kan je allerlei dingen erop implementeren en je maakt technologie uiteindelijk toegankelijk tot meer mensen. De uitdagingen zijn privacy, dus je kan geen data delen zomaar. Schaalbaarheid is een uitdaging, het complexiteit van het implementeren en distributie is ook een grote uitdaging voor publieke netwerken. Kun je een concreet voorbeeld geven van een permissionless blockchain, los van Bitcoin natuurlijk? Dus een mooi voorbeeld van een implementatie op een permissionless platform is in de context van mobiliteit. Dus stel dat je dan een platform hebt waar je meerdere bronnen van transport kan inpluggen. Dus je kan zelfrijdende auto's, je kan publieke vervoer of openbaar vervoer erin pluggen. En dan op dit platform kan je dan end-to-end services boeken. Dus vanuit mijn huis word ik dan gebracht naar een station en die communiceert allemaal met elkaar. Dus die trein die staat al voor me te wachten. Als ik eruit stap, is er een auto al bij de station om me op te halen. En zo kan je dan het hele end-to-end service gewoon heel efficiënt uitvoeren. En dit is gewoon toegankelijk tot iedereen uiteindelijk. Oké, dankjewel.